Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Ludios Online. Vandaag gaan we het net iets anders doen. Het is een speciale dag, waar we normaal voor de kinderen thuis doen, doen wij nu ook voor de kinderen in de ziekenhuizen. Het zijn ziekenhuizen zoals Emma Ziekenhuis, Juliana Ziekenhuis en het Sophia Ziekenhuis. Eigenlijk ziekenhuizen door heel Nederland. Wij zelf zijn super trots, echt super trots, dat wij dit voor jullie kunnen doen. Voordat ik te veel ga vertellen, heb ik al benoemd, het is vandaag wel een speciale dag. Nee, het is niet zomaar een speciale dag. Het is een speciale dag omdat er twee hele speciale gasten zijn. Niet zomaar twee speciale gasten. Nee, deze gasten kunnen acteren, presenteren, sporten als de beste. We verven huizen. We verzamelen postzegels. We kopen katten. En we zijn natuurlijk super knap. Ten eerste een hartelijk applaus voor Sia en Joe van Spangas. Nog een vraag. Sporten jullie? Beetje ja, zoals je ziet. Af en toe. Ik bedoel, is overlijden toch? Bij Sia wel, ja. Denk je wel. Ik zou zeggen, maak jullie borst maar nat. Bij Sia wel. Gasten, zijn jullie er klaar voor? Let's go, bro. Ja? Doe het. Sportkleding aan. Top. Kunnen we nu aan de slag, jongens. De eerste ronde, hier gaan jullie straks als rupsen onder de pingpongtafel door. Maar, let op, er staan nerfguns op de pingpongtafel. En jullie worden straks bekogeld en beschoten met nerfpijlen. Eenmaal onder de pingpongtafel doorgekomen, zien jullie ballen liggen. Rechts en links van mij. Voordat jullie de bal buiten in een waterbak gaan gooien, moeten jullie eerst één vraag beantwoorden. En die vraag moet goed beantwoord worden. Wordt dat niet goed beantwoord, dan krijgt diegene 3 seconden tijdstraf. De winnaar, die gooit de bal als eerste in de waterbak. En die bal moet erin blijven. Okay. Eén vraag aan jullie, hoe beweegt een rups? Laat maar zien. Ik ben benieuwd. Laat maar zien. Ja? Dat heb sowieso nog nooit gedaan. Hij heeft het nog nooit gedaan, hè? Hij gaat al een stuk sneller. Ja, maar ik ben een rups. En we hebben een hele rare rups. Gaat nu hem sneller. Zo moet het toch? Ja, zo moet het toch? Ja. Het wordt een mooie vlinder. 100 punten. Joe's manier. 100 punten. Is de goede manier. Als jij onze video's had bekeken bij Ludios Online, rupsen race, had je het geweten. Joe is voorbereid. Ja. 100 punten, Joe. Gentlemen, zijn jullie klaar voor? Yes! 3, 2, 1, go! 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 Joe gaat in! Joe is snel! Joe is snel! Wie is de oprichter van Spangas? Welkom, rond 2 maal, de voetbal in het beter. Wie, Sia, Joe, Brazilië. Rond 2 maal, de voetbal. Gooi in Brazilië, Brazilië is fout. Brazilië is fout. Fout, 3 seconden tijdstraf. Argentinië. Met fout. 1, 2, 3, go, 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 go. En wat? 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 Oh, in de bak, in de bak. Oh, oh, ja. Hey, mol. Sia. Nu gaan we door, jongens, naar de tweede ronde. Zijn jullie klaar voor? Ja! Welkom jongens bij ronde 2. Jullie zien voor je rode bekers. Aan de rechterkant en aan de linkerkant van jou zie je een rode beker met een sticker. Die mogen jullie nog even aan de zijkant neerzetten. En aan de andere kant zien jullie bekers, totaal van 21. En jullie gaan straks een toren bouwen, maar ook weer afbouwen. Dan pas mogen jullie door naar de andere beker. En de andere beker gaan jullie aan de onderkant van die stapel doen. En jullie gaan zo lang door, totdat de beker met de sticker bovenaan is. Diegene die als eerste dat allemaal heeft gedaan, is de winnaar.
Maar jullie krijgen, terwijl jullie dit doen, ook nog vragen waar ook nog een tijdstraf op staat als je hem niet goed beantwoordt. Ik ga voor jullie even een voorbeeldje geven. Let goed op. Totaal 21 bekers. Perfecte toren. Die bouw je ook weer af. Ha! Ja, wacht maar. Heb je dat gedaan? Ondertussen krijg je ook een vraag. Pak je deze beker? Die zet je onderop. Let op, hè. Het is een sticker. Onderop. Dan ga je net zo lang door. Beker voor beker. Tot die andere boven is. Oké. Okay. Heb je dat gedaan? Leg je bekers neer. Twee handen op tafel. Mm-hmm. Dan ben jij de winnaar. Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeg je dat. Ready? Yes. Handen op tafel. Gaan beginnen. 3, 2, 1, go! Eerste vraag. Hoeveel ringen heeft de Olympische Spelen? 5. Check. Door. Maar doorgaan. Hey, hij zei maar gewoon na, man. Ik. Dat was later. Sia loopt voorop. Joe, je kan het. Je kan het. I got it. Nu mag ik hem losmaken. Yes. Yes. Ik heb hem. Oh, ja, kom maar. Kom maar door. Kom maar afmaken. Yes. Beker. Hij stond, hè? Je... Ja, hij stond. Ik zag. Sia gaat erop. Ja, daar gaat hij. Jongens, de volgende vraag. Wanneer was de eerste aflevering van Spangas? Wat? Wanneer was de eerste aflevering van Spangas? Let op Sia Sport. Kom op. Ja, we moeten niet duizend. Dit is een tijd. Nee. Allebei van 3 seconden stoppen. 1, 2, 3, go! Moet ik nog steeds antwoorden op die vraag? Nee, of niet meer. Oké. Je moet ervoor zorgen dat ik ga winnen. Kan je toch? Woe! Ja! Oh, Hoe? Dan is het nu tijd voor de derde ronde. Hoe gaat het zover? Prima. Ja. Je hebt nog een kans, hè? Je kan nog naar de laatste ronde. Wat bij jou, Sia? Prima. Hé, hey, hij is een zwakte. Hij moet huilen. Ja. Mentaal kapot gemaakt. Je wil niet echt huilen. Jongens, Ron. Even rustig aan. Dit kan uitgevochten worden in de volgende ronde. De laatste ronde. Thema waterpomp. Welkom jongens bij de derde ronde en de beslissende ronde, want hier kan namelijk een winnaar uitkomen. Dit is waterpomp. Jullie gaan een strijd met elkaar aan. Jullie krijgen straks allebei een pingpongbal. En die gaan van beker naar beker, naar beker, naar beker, naar beker, naar beker. Ga je de pingpongbal blazen. Als de pingpongbal in de laatste beker is, mag je door naar het laatste onderdeel. En dan mogen jullie alle pingpongballen in de bekers gooien. Als je alle bekers geraakt hebt, ben jij de winnaar. Wat je straks gaat doen, je ziet bij de bekers, zie je pingpongballetjes liggen. En die pingpongballetjes moeten uiteindelijk in die bekers schieten komen. Nou, hoe dat gaat gebeuren, is je legt het eerste balletje in de eerste beker met water. En die blaas je naar de laatste beker. Dan pas heb je toestemming en mag je het balletje in een van die bekers gooien. Het gaat erom dat je de meeste balletjes in die bekers krijgt. Diegene die dat lukt, is de winnaar van de laatste ronde. En ook de winnaar van het hele spel. Ik ga een stukje achteruit, dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go! Oh, hij doet! Hij komt. Ligt erbij. Joe gaat vooruit. Sia zal bij de laatste beker, hij gooit hem mis! En Sia is bij zijn tweede bal die hij mag gooien. Hij gooit hem niet erin! Nog twee kansen. Steeds aan de bal, Joe is nog bij de. En Joe blijft. Oh! 3 seconden tijdstraf. Welk vak geeft Hendrik de Ruiter? Muziek! Fout, 3 seconden. Kunst! Ja, goed. Ja, gelukt. 1, 2, 3. En ga door, Joe mag bij zijn eerste. Joe heeft nog 3 kansen. Ja. Welke term
wordt bij golf gebruikt? Tiger. Welke term? Bij golf? Tiger. Oh, ja. Ja, Hollywood. Ja, goed zo. Het staat nu 1-1. Sia moet deze erin gooien als hij wil winnen. Hij moet erin gooien. Jij mist! Ja! Neem een slokje. Niet gebeurd. Gefeliciteerd. Je bent de winnaar, Joe. Het spijt me. Je hebt verloren. All around me are familiar faces. Er staat daar wel een straf op. Joe, niet gebeurd. Ik weet dat je gisteren jarig was. Dus ik heb voor jou speciaal een stukje taart geregeld. Hartelijk gefeliciteerd. Maar een wedstrijd is geen wedstrijd zonder een verliezer. En daar staat iets ook iets tegenover. Of niet, Sia? Oh. Dit is makkelijk. Dus je had een prijs gewonnen naar Disneyland? Ja, naar Disneyland. Ah, op Disneyland. Ja, dat natuurlijk. We gaan gewoon niet moeten. Ja, maar je hebt het wel voor straks. Voor later natuurlijk. Maar ik kan het wel gewoon bewaren. Oh, wel leuk. Voor weet je al welke attractie je wilt? Ik ben nog nooit naar Disneyland geweest, ik kan het niet echt zeggen. Oké. En hiermee sluiten wij de Lurios Online aflevering af met Joe en Sia van Spangas. Dankjewel jongens dat jullie bij mij in de show willen komen. Ja, mochten komen. Ik zie jullie volgende week vrijdag weer bij een nieuwe aflevering. Van Lurios Online. Tot de volgende keer. Doei. Doei.